Ja hoor, daar zijn we dan eindelijk. Het heeft even geduurd, maar ja, uiteindelijk ga ik toch weer aan een nieuw rad spinnen in Stubble Guys. Ja, want ze hebben nu de Spooky Christmas Wheel. En om eerlijk te zijn is hij al een tijdje uit, maar ik had er nog niet echt een video over gemaakt. En dat heeft trouwens ook wel een reden, want ik vind dit rad niet zijn geld waard. Nee, dat is het trouwens sowieso niet. Het is sowieso niet je geld waard. Maar dit rad, jongen, het is echt niet normaal. De kans namelijk op een legendarische nieuwe skin is 1,25%. Dus ongeveer 1 keer op de 100 keer krijg je zo'n skin. Nou ja, een 100 keer spinnen kost 9000 edelstenen. Dus als jij al die nieuwe legendarische skins wil, dat zijn er volgens mij 4 of zo, dan moet je in totaal, nou ja, hoeveel is dat precies? 36.000 edelstenen uitgeven. Maar ja, dan krijg je ze allemaal individueel. De kans dat je ze dubbel krijgt is ook nog aanwezig. Dus misschien ben je wel 100.000 edelstenen kwijt om al die skins te krijgen. Ik dacht, nou ja, dat ga ik sowieso niet doen. Maar ik dacht wel, ik ga het toch aan spinnen door middel van een challenge. Want ik ga namelijk met Santa spelen. Dan moet ik eigenlijk even iets leuks pakken. Ho, ho, ho! Dit is toch mooi? Dan gaan we op deze manier natuurlijk de challenge doen. Met mijn mooie Santa muts. Met Santa gaan we spelen. Hoe we het gaan doen, ik moet zorgen dat ik de volgende ronde ga halen. Als ik de tweede ronde al, mag ik 5 keer spinnen. Als ik de finale ronde al, mag ik in totaal 10 keer spinnen. En als ik ook nog weet te winnen, ja, als ik win, mag ik 20 keer spinnen. Dus hoe verder ik kom, hoe beter ik speel, hoe vaker ik aan dit rad mag draaien. En met een beetje mazzel kunnen we dan alsnog een van die nieuwe legendarische skins vrij spelen. Ik kan ze even laten zien aan jullie. Je hebt hier deze, kan je volgens mij krijgen. Of battle eentje, was dat via een andere? Ik weet sowieso dat je... Oh nee, deze kon je via een andere rad krijgen. Gingerbread guy and girl kan je krijgen. En je hebt hier deze nog. Christmas. Dit is een soort van spookachtig. En zo'n Merry Skeleton. In ieder geval, dat zijn de skins die je kan krijgen aan dat rad. Die ik nog niet heb. Nou ja, we gaan kijken of dat dus gaat lukken in deze video. We komen erachter. Maar als jullie trouwens zin hebben in deze video, doe een duimpje omhoog. 1000 likes heel vet zijn. En vergeet niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf op de hoogte van al mijn video's. En dat is natuurlijk ook net zo leuk. Oh ja, en voor Bouws kleding, check natuurlijk bouws.nl. Maar ik zie jullie op het moment dat het potje gaat beginnen. Dit is ook wel mooi, hè? Dat belletje. Is toch mooi? Oké. Dan gaan we eens kijken of we de eerste ronde door kunnen komen. Met mijn Christmas hoed, met mijn Santa hoed en met mijn Santa skin. Nou, dit moet in principe wel goed kunnen komen, denk ik. Ik kan even sliding doen. Is irritant voor de rest, maar dan heb ik in ieder geval een paar concurrenten in ieder geval in het begin uitgeschakeld. Ja, dat is er weer eentje. Dat is zo irritant, jongen, als je in het begin wanneer wordt gehaald door middel van een sliding. Daar kan je ook gewoon weinig tegen doen. Oké, hier kunnen we voorlangs. Yes. Hier ga ik eventjes wachten. Ja, en dan ga ik echt als een raket. En dan gaan we hier als eerste finishen. Als Santa! Eigenlijk zou ik nog een Santa hier. Een soort van Santa dansje moeten kunnen selecteren. Ik ga zo meteen even kijken of dat kan. Maar in ieder geval, de eerste ronde zijn we door. Dus dat betekent dat we sowieso al 5 keer aan dat Halloween... Nee, niet Halloween. En dat Christmasrad mogen draaien. Spooky Christmas Wheel, zo heette die volgens mij. Lost Temple! Eens kijken wat hier terecht van gaat komen. Ja, dit moet denk ik ook wel goed komen. Soms heb ik dat dit vet goed gaat trouwens, Lost Temple. Maar soms verpruts ik het ook helemaal. Ik wacht hier heel even. Dan kan ik hier dan langs. Ja, dit ging niet helemaal perfect. Deze jump maak ik nog niet. Ik maak hem nu. En dan kan ik namelijk meteen door. Dat is beter. Ik moet gewoon kwalificeren. Dus in principe hoef ik niet eens extreem goed te spelen. Ah, ga even aan de kant. Ik moet er langs. Oeh, dat ging nog maar net goed. Dit ging nog niet heel soepel. Maar ja, we zijn er langs. Dus dat is belangrijk. En we zitten nu wel in de top 8. Dus dat is ook lekker. Oh, ik dacht dat ik die jump wel goed deed. Blijkbaar niet. Nou, we kunnen het alsnog wel halen. Ik wacht hier gewoon eventjes rustig af. Ja, het is onnodig om hier risico's te nemen. Terwijl dat niet nodig is. Ah, ik wou daar tussendoor. Nee. Oh, dat ging nog maar net goed. Oké, hier even een sliding. Dan heb ik in ieder geval jullie neergehaald. Had ik het anders gehaald? Nee, anders had ik het ook gehaald. Maar ja, nu zitten we in ieder geval in de finale. Dus we mogen zo meteen 10 keer spinnen. Maar als ik nu de finale win, mag ik zelfs 20 keer spinnen. Dus dat zou helemaal mooi zijn. Oké, daar gaan we dan. De finale ronde. Ja, dit kan altijd wel even duren hier. Maar ik vind het altijd wel leuk. Ik vind die Santa skin er trouwens best wel goed uitzien. Oh nee! Oh, donders, dat ging nog maar net goed. Oh, ik hoop echt dat jij afgaat. Oh, donders. Oké, ik hou hem nu vast. Mocht iemand mij nu vasthouden, dan kan ik hem overnemen. De volgende keer als iemand dat doet, dan ga ik hem ook knuffelen. En dan kan ik gewoon omdraaien en dan kan ik diegene afmaken. Kijk, dan kan ik nu jou pakken. Ah, donders. Hoezo lukte dat niet? Oké, moet hier even uitkijken. Nee! Jongen, jongen, jongen.
Oké, dit ging echt totaal niet goed. Oké, nou, de finale hebben we dus niet gewonnen. Hopelijk de volgende ronde wat beter. Maar dat betekent wel dat we nu 10 keer aan het spooky Christmas wheel mogen spinnen. En dan ben ik benieuwd of we een nieuwe skin gaan krijgen. Maar alle andere skins heb ik dus al. Alle bijzondere, epische, gewone, die heb ik allemaal. Dus ik kan alleen nog maar een nieuwe krijgen door middel van zo'n legendarische. Dus het zou mooi zijn als ik er eentje kan krijgen. Maar zoals ik aan het begin van de video al zei, die kans is 1,25%. Dus die kans is echt mini klein. Ja, ongeveer 1 op de 100 krijg je dan dus zo'n legendarische skin. Ik verwacht, om eerlijk te zijn, niet dat dat gaat gebeuren. Maar ja, je weet het maar nooit, hè. En daarom ga ik dus niet al mijn edelstenen opmaken aan dit rad. Omdat ik gewoon bang ben dat ik helemaal niks ga krijgen. Nee, inderdaad, geen 1 legendarische gekregen. Alleen maar dubbelen. Nou ja, dat maakt niet uit. We gaan nog een keer spelen. Kijken of we nu wel kunnen winnen. In totaal doe ik trouwens 3 potjes. Dus we hebben 3 potjes de tijd om eventueel te winnen. En dan hoop ik nu wel dat we winnen. Want dan mogen we dus 20 keer aan het rad spinnen. Oké, dan moeten we in ieder geval de eerste ronde even doorkomen. Hier eventjes wachten. Ja, prima. En dan kunnen we hier rustig bij langs. Ik vind de linkerkant vaak wel chiller dan de rechterkant. Dat zeg ik nu, maar dan ga ik nu meteen af. Ah, nee, niet vallen. Nee. Oké, dit is balen. Nou, eventjes wachten. Dan moet ik nu echt een goede comeback maken. Anders heb ik gewoon de tweede game helemaal verprutst. Ik wacht hier wel eventjes en dan gaan we hier langs. Er zijn nu al mensen gefinished. Dus dat is geen goede zaak. Ja, voor die mensen wel. Maar voor mij niet. Oh, dit ging ook nog maar net goed. En dit ging ook nog maar net goed. Even hier een sliding maken. En dan zijn we nog gefinished. Hey. God, dit was echt een slechte ronde van mij. Maar we zijn wel door. Dus we mogen nu al 5 keer spinnen. Spin, go around. Oké, we gaan eens kijken wat hier terecht van gaat komen. Soms gaat deze map helemaal goed. Maar als je in het begin een stom foutje maakt, kan die ook helemaal verkeerd gaan. Maar tot nu toe gaat het prima. Geen fouten gemaakt tot nu toe, dus dat is chill. En in principe in dit stukje maak ik eigenlijk bijna nooit fouten. Hier deze kunnen we nemen. Ja, en dan hier een sliding erbij. En dan gaan we hier makkelijk kwalificeren. Ja hoor, we staan weer in de finale. Want ik kreeg nog bijna een banaan op mijn bakkers. Dan was ik niet eens geworden. Maar dan had ik me alsnog gekwalificeerd. Maar ja, maakt niet uit. We zijn in ieder geval door naar de finale. Dus sowieso 10 spins. Maar als we nu winnen, dus 20. Super slide. Oké, dit is altijd de pittige. Of het gaat goed, of het gaat helemaal slecht. Ja, dat is een beetje het dingetje. Ik wacht hier heel eventjes en dan jump ik er overheen. Gewoon beter eventjes safe spelen dan dat ik afga. Hier moet je heel laat, zeg maar, die dubbele jump doen. Dan kan je sneller hier op. Dus dat is op zich prima. Ik loop ietsjes achter de feiten aan. Maar ik kan misschien zo meteen een comeback maken. Wie weet, hè, wie weet. Hier ga ik geen binnendoorweg nemen. Zometeen moet ik de binnendoorweg wel nemen. Want ik loop ietsjes achter. Dus deze moet goed gaan. En deze gaat ook goed. Alleen ik ben bang dat ik het niet ga halen. Of ik moet het hier nog heel goed doen. In principe was dit geen slechte race van mij. Ik heb alleen het eind een beetje verprutst. Maar ja, we worden uiteindelijk niet de eerste. Het ging vrij goed. Die binnendoorwegen, ze gingen allemaal goed. Aan het eind 1 klein foutje. Maar ook al had ik dat foutje niet gemaakt, was ik alsnog niet de eerste geworden. Maar ja, maakt niet uit. We mogen wel weer 10 keer spinnen. Dus dan gaan we dat weer eventjes doen. En hierna dus nog 1 laatste game. En dan kan ik dus misschien nog een keer aan het rad spinnen. Maar, oh, bijna legendarisch. Net niet. Hij schoot er net niet voorbij. Hij moest natuurlijk eentje verder. Volgende. En nee, weer niet. Ik zie jullie wel op het moment dat we een goede legendarische skin krijgen. En als we geen legendarische skin krijgen, dan zien jullie mij weer op het moment dat de 10 spins zijn geweest. Ja! Ja, oh lol! We krijgen er eentje als 10e skin. Krijgen we een nieuwe? Oké, dat is wel nice. Die kans was dus 1,25% dat we die zouden krijgen. En als allerlaatste krijgen we er dus gewoon eentje. Ik zal die skin meteen eventjes selecteren. Gingerbread Gal of zo heet die. Ik vind het helemaal prima. Dan gaan we hier nog even een potje mee spelen. En daar sluiten we dus mee af. Dus hoe verder we nu komen, hoe vaak ik nog aan het rad mag spinnen. Maar dit is wel echt de laatste game. Nou, ik heb er hoop in dat het goed gaat komen. Trouwens, deze skin ziet er wel grappig uit hoor. Het is een hele dunne skin. Ja, het is natuurlijk ook een koekje. Maar het lijkt bijna niet te kloppen als je kijkt naar de rest van de skins of zo. Beetje apart. Maar ik vind het wel een grappige skin. Ja, dat sowieso. Maar eens kijken hoe ver we nu gaan komen. Hier, tjok. Oké, nee. Deze jump moet ik nu maken. En die maak ik ook. Nee. Oh, shit. Dan maak ik deze jump nu net niet. Oké, dan loop ik nu iets achter de feiten aan. Dus dat is wel balen. Deze kunnen we maken. En deze kan ik denk ik nog voorlangs. Nee. Ik dacht dat ik voorlangs kon. Ik moest de comeback maken. Maar ja, zo'n grote comeback had ik ook weer niet nodig. Dus dat is een beetje stom. Maar dit gaat nog net goed. Ja, hier kunnen we nu langs. En ik wil weer zo'n sliding doen. En dan heb ik weer ietsjes qua boost erbij. En
Deze kunnen we nog maken. Nou, dan gaat het net niet lukken. We hadden nog een beetje een comeback op het eind, maar niet voldoende. Nou ja, uiteindelijk hebben we dus in totaal 20 keer aan het rad mogen draaien. En we hebben daardoor wel een nieuwe skin gekregen. Dus dat is wel nice. Ja, die kans hier was 1,25%. Dus ik vind het helemaal mooi. Maar ik laat het erbij voor deze video. Ik bedank jullie voor het kijken. En dan heb ik tenslotte nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check bouws.nl voor de bouwsarbeid kleding. Hoi.